Hoi, mijn naam is Rianne. Ik ben 20 jaar oud, geboren en getogen in Zeist. Ik heb 1 zus, 2 broers en een broertje. Ik ben begonnen met YouTube met de intentie ik maak wat van mijn kanaal. Zoals verschillende soorten video's, voornamelijk vlogs. Ik ben niet zoals anderen, ik ben ik. Ik doe het voornamelijk voor de herinneringen om me heen. En ik werd automatisch er zelfverzekerder van. De views maken niet zo heel veel uit, zolang er maar leuke beeldmateriaal is. Ik neem jullie mee in mijn leven. Hoi en leuk dat je kijkt bij een nieuwe video. Wij gaan een mukbang video maken. In de tussentijd gaan we gewoon leuke vragen aan elkaar stellen. Nou, wat vond je van dit jaar? Zwaar kloten. Ja, hè? Nee, grapje. Nee, vanwege de corona is het niet zo fijn. Ik kan naar mijn eigen werkplek. Dat schept niet voor mij op. Nee, natuurlijk niet. Nou, de kat komt weer. Oh, Marnie. Ik dacht, ik doe het zich. Zie? Hij is afgeleid van al die vlees die hier staat. Is niet voor jou. Is niet voor jou, lieve schat. Maar ja, verder is het wel positief, want als we met de trein gaan of zo, dan is het lekker rustig. Ja, dat was wel fijn, hè? Dat vond ik wel. En hoe is jouw jaar gegaan? Gaat het een beetje goed met jou de laatste tijd? Wel, toch? Ja. Ja, alleen jammer genoeg thuis vanwege corona. Is dat in 2021 anders? Tenminste, daar ga ik wel werk van maken. Zo. Dus. Mag ik mayo? Ja. Een beetje van bed bij doen. Ja, dat is wel lekker. Ik doe van allebei een beetje. Ik vind het ook helemaal niet erg dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden. Nee, ik ook niet. Want ik haat knallen. Ik schrik daar altijd van. Je dat nooit? Nee, ik heb alleen altijd schrik als ik mezelf zie in de spiegel. Oh, dat kan ook. Een klein volkje. Maar je wilt weer beginnen met naar school gaan. Toch? Ja, misschien. Maybe. Als ik werk kan vinden in de veehouderij, dan heb ik dat eerder. Veehouderij als de varken? Ja. Dat is zielig, want dan worden ze afgevoerd te slachten. Dan? Ja. Nee, slachten doen ze niet. Ja, doen ze wel, maar dat is niet mijn afdeling. En morgen komt dan mama. Ik denk dat het een leuk weekend gaat worden. Ja. Ik vind ook dat mama de laatste tijd ook wel veel beter doet. Ja. Daar ben ik ook wel blij om. Ik ook. Heb je al de je hebt nog geen biefstuk geproefd. Nee, zei ik geef dat ik dit opeten en daarna dan. Ja. Nee, ik ben benieuwd. Of toch een biefstuk hebben. Proeven. Nou, hij is wel lekker hard. Meestal met biefstukken. Mm-hmm. Hij is wel goed, maar ook een beetje meer zout. Maar wat moet je dan doen bij de veehouderij, was toch? Zijn je meestal bij de kraamstallen. Dat zijn dan de zeugen die jongen krijgen. En zo moet je, ja, dan moet je ervoor zorgen dat ze allemaal goed liggen. Dat er niet eentje buiten ligt, bijvoorbeeld bij het drinken. Dan moet je een beetje bij die jongetjes en zo kijken. Ja, dat soort dingetjes. En, hoe vaak per jaar wordt dat dan gedaan? Eens in de maand zo. Nee, ik bedoel, die jongetjes. Ja, dat gaat eigenlijk altijd wel 24-7 door. Paren? Ja. Nou. Dat ze wel echt jongen hebben, veel. Dat wel. Ja, dus te hopen dat het alleen maar vooruit gaat en niet dat er weer lockdown. Ja. Hoe zie jij dan een jaar? Voor volgend jaar, hoe zie je dat? Wat wil je voor volgend jaar een beetje? Nou, ik wil heel graag sowieso werken. Dat is wel topprioriteit 1. Mm-hmm. En als ik dat heb gedaan en het gaat daar goed mee, dan wil ik heel graag voor mijn rijbewijs. En dan een kofferbaksessie. Nee. Nou, ik wil volgend jaar ook voor mijn rijbewijs. Ik eerst een beetje met leiding die boeken doorlezen. Ja. Ik ben heel de verkeersborden en zo helemaal vergeten. Daar heb ik me nooit in verdiept. Nee, liever. Dat is net zoals lang. Vroeger wist ik ook alles over provincies en hoofdsteden en dat soort dingen. Mm-hmm. En nou? Ja. Ik moet zeggen dat dat mij ook helemaal vervaagd is, hoor.
Melk eigenlijk alleen ja, mijn hele jongere jaren. En dat is het belangrijkste wat jij volgend jaar wil doen? Of? Ik wil sowieso het liefst wel op vakantie, maar ja, moeten we maar eerst het hele corona gebeuren afwachten. Ze zeggen nou ook in het ziekenhuis dat ze misschien wel code zwak moeten gaan, dat ze moeten gaan prioriteit moeten stellen van oké, die laten we wel behandelen en de andere niet. Dus dat zou ook een doodoorzaak kunnen zijn. Ik wil mezelf echt niet laten inenten of vaccineren, broeder. Nee, ik ook niet. Vaccineren trouwens. Fascineren. Maar ik ben bang dat het misgaat. En weet je wat, als het misgaat, ben je zo dood. Ja. Dat klopt. Hoe is het voor je? Het vlees is wel echt lekker, hè? Ja. Allemaal kom. En dan gaan we zo meteen die Hugo-spel spelen. Ja. Ik ben benieuwd hoe jij die Hugo gaat vinden. Ja, de ene die witte Hugo heb ik al een keer op. Die heb je toch ook gehad of was het een ander? Ja, die had ik gehaald bij opa. Nee, maar ik bedoel, welke heb je nou net gehaald dan? Die heb ik ook bij opa gehad. Wit. Ja. En rosé. Oh. Heb ik nou. Ik wil nog een paar biefstuk. Ik hoop dat ik nog één keer heb. Ik zie je zuurlijke. Zou je? Die boomstam. Is het lekker, hè? Ja. Dat we een tijdje geleden hebben gedaan. Nee. Als er bij een kat, die wou gewoon geëid worden, die kwam naar die groepje jongens en zo. Mm-hmm. En weet je wat ze hebben gedaan? Rotje in de hol gedouwd en aangestoken. En die hol was helemaal open. Hij was niet overleden. Maar volgens mij was het een oranje kat. Zijn kont gaf nog helemaal open. Waarom zou je dat bij dieren willen doen? Hè? Makkelijkste op aarde zijn beesten. En jezelf. Dit was dan weer het einde van de mukbang video. Vond je deze video leuk? Vergeet dan zeker niet de blauwe duimpjes omhoog. Abonneren, reactie onderin. En dan zeggen we doei. Tot in het nieuwe jaar. Proost.